kijken naar de eerste volle ronde. De junior aan de leiding is er met 513. De Nederlands kampioen in de junior klasse, Marcel Rijks. Daar komt zo. Ik heb nog geen papier, joh. Goed zo, jongen. Goed zo, jongen. Zolang ik nog geen volledige deelnemerslijst heb, dan is het even uit het verleden op die band. Marcel Rijks aan de leiding voor Tim de Dolle. Coureur uit Winterswijk op de tweede plek in de wedstrijd. Gevolgd door Wilkom Ideschreur. Jongman uit Deventer, Taco Wit, Taco de Wolde zijn club. Hij heeft de derde plek in de wedstrijd. Westie Welgraaf is hier al inmiddels aan de vierde plek in de wedstrijd komen. De leider dus, deze 510. Marcel Rijks, zoals gezegd, dus de Nederlands kampioen. Van 2007, gevolgd door de 510 Wilkom Ideschreur. 542 Westie Welgraven. De 573 jongens van de THC. De kijk van de Martens op de vijfde plek op dit moment. De leider dan opnieuw voor de laatste ronde. Hier ronde nog draai voor deze 513 van Marcel Rijks. Alvast. Ruime voorsprong voor de Nederlands kampioen in de juniorklasse. 510 Wilkom Ideschreur. Daar zijn we twee door. Westie Welgraven. Inmiddels dat hele pak in die laatste ronde en dat zwart-wit geblokt dan voor de vijfhonderd Marcel Rijks. Hij als winnaar in de eerste heat bij de junioren. Nummer 2 dan in deze heat bij de junioren staat er bij 510. Dan is het Wilkom Ideschreur. Derde plek dan voor de 541 van.